Martijn Mulder, volgens mij een heel emotionele overwinning. Gefeliciteerd. Klopt, dankjewel. Klopt. Het is diep dal geweest de laatste maanden. Maar blij dat het eindelijk weer een hoogtepuntje is. Hoeveel betekent dit voor jou nu om als eerste over de streep te komen? Ja, heel veel. Ik kan het niet beschrijven. Nee. Heel veel, sorry. Nou, ik heb eigenlijk al het idee gehad dat er nog wel in zat. Veel tegenslagen gehad, ook het begin van het seizoen gevallen, rib gekneusd. Een paar dagen geleden prik gehad van corona, de tweede, best ziek van geworden. Het team heeft ook vanochtend voor mij geknecht, ik kon niet afmaken en dan nu. Eindelijk weer, je komt altijd uit het dal, daar komt het op neer. Ja. Je hebt het net gevierd met je ploeggenoten, met iedereen komt op je af. Wat schiet er op dat moment door je heen? Ja, alles. Alles. Heel veel steun gekregen ook de afgelopen maanden. En het team zijn we heel hecht. Echt een hecht team met de gebroeders Haasjes. Gewoon een familie. Als slecht gaat mopperen op elkaar, 5 minuten later zijn we weer goede vrienden. En we hebben echt alles voor elkaar over. En dat zie je gewoon in elke wedstrijd. Ron is de beste mij over ons knechten. En we hebben gewoon het beste met elkaar voor. En echt een heel hecht team. En als je dan wint, dan ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik gekregen heb. En ook in de coach Menon. Die ook altijd gezegd heeft rustig aan, Martijn, rustig aan, niet te gek. En ook met de schaatsie en bouwenslek nu niet, maar ik ben gewoon in goede handen nu. En dat, de weg naar boven die had ik gevonden, dat ik een paar weken geleden door. Maar dat er zo uitkomt, dat had ik nog niet verwacht. Ja, jij bewijst maar weer, er komt altijd weer een hoogtepunt na zo'n dieptepunt. Ja. Dan heb ik ook wel eens in training tegen anderen gezegd van, als het echt niet gaat, ik zei, weet je, dieper dan dieptepunt kun je niet. En je gaat altijd weer een keer omhoog en bij de ene duurt het wat langer dan bij de ander. Uiteindelijk geloof ik dat iedereen omhoog gaat uiteindelijk, ja. Wat waren de eerste reacties die je net ontving? Ja, iedereen vond het echt, de helft is langs me heen geschoten, maar ik weet dat iedereen echt, voor mij gunt iedereen het mij en dat doet me gewoon goed. Dankjewel en geniet hiervan. Dankjewel.